Hallo beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. En deze keer geen ritverslag en ook eigenlijk geen tutorial. Maar uh, in deze video ga ik bezig met een scan. Gewoon even een eenvoudige scan te maken van een Volvo truck Want uh, ik krijg uh, nogal eens een keer de vraag van jou: hoe doe je dat nou? He? Er zijn heel veel mensen die zijn met scans bezig en dat lukt hen allemaal niet. En ik dacht van nou, hoe kan ik dat nou nog beter uh, laten zien? Ik heb al verschillende tutorials gemaakt over het scannen van vrachtwagens en trailers. Een van de eerste video's die op ons videokanaal staan, daarin laat ik een, uh, heb ik helemaal een tutorial gemaakt hoe je nou scans kunt maken. Maar uh, ja, er zijn nog steeds wel vragen van ja, hoe doe je dat nou? Hoe maak je nou een scan? Zou je eens een keer een video willen maken van hoe je nou een scan maakt? Ik uh, heb verder geen idee van wat ik ga maken. Ik, ik probeer gewoon iets. Ik laat gewoon zien van ik, hoe, je, hoe ik een scan opbouw en hoe ik dat allemaal doe. Nou, ik werk met Paint.net. Dat werkt voor mij het prettigst. Ik vind het eenvoudig werken. En, uh, nou, en daarin in Paint.net open ik een template van de nieuwe Volvo. De hoogste cabine, cabine A. En ja, zoals ik zeg, ik heb geen idee wat ik ga maken. Ik, ik ga gewoon aan de slag. En tijdens het maken van deze uh, scans zou ik even wat proberen uit te leggen hoe ik de boel ga opbouwen. Wat ik altijd doe, dat is een nieuwe laag maken. Een nieuwe laag. En die nieuwe laag, die geef ik ook altijd even een naam. Dan klik je even op laag eigenschappen. En dan de eerste laag die ik dan doe, die noem ik, veel, ja, die noem ik gewoon vaak de basiskleur enter uh, deze kleur die je hier op geeft um, zo'n kleur worden ook de spoiler de zonneklep bedoel ik de zonneklep die boven het raam zit boven het zit en de spiegels dus als je zegt van ik wil rode spiegels hebben dan moet je de basiskleur rood doen maar dan wordt ook de spoiler rood een stukje boven het vorm de zonneklep dus, nou, in dit geval, ik, ik ga een eenvoudige scan maken omdat anders uh, de video veel te lang zou duren. Het gaat puur om even te laten zien van jongens, hoe, hoe maak je nou een scan? Nou, uh, nou, zoals ik zeg, de basiskleur. Ik hou hem gewoon wit. Ik klik op voltooien en dan doe ik F4. En dan maak ik hem wat doorzichtig, zodat ik de template lijntjes weer. Te zien krijgen. En uh, ja, zo kun je dus alles erop maken wat je zelf wil. Nou, nou heb ik even wat opgezocht vanmorgen. En ik weet niet of het gaat werken of niet. Ik zal eens even zien. Waar hij staat, maar het leek me wel leuk om een afbeelding van een arend op de zijkant te doen. Nou, zoals jullie zien, ik heb heel veel. Uh, Heel veel dingen al gedownload. Je kunt op internet van alles vinden. Als je iets intoetst naar .png. Bijvoorbeeld eagle.png. Dan krijg je heel veel leuke afbeeldingen die je kunt gebruiken. Nou, dit is bijvoorbeeld zo'n afbeelding. De achtergrond verander ik nou niks aan. Ook de kleur niet. Ik vind het op zich wel goed zo. Nou. Ik klik op bewerken en alles selecteren. En dan op kopiëren. Niet op samengevoegd kopiëren. Want dan krijg je die hokjes er ook bij. Dus gewoon kopiëren. Dan ga ik even weer terug naar de basis template. En dan zeg ik weer op bewerken. En dan plakken als een nieuwe laag. Nou. Dan zie je al dat het fout gaat. Wat ik fout gedaan heb weet ik niet. Dan ga ik even weer terug. En dan ga ik hier nog een keer naartoe. Het kan zijn dat dit dus getekend is. Dat hij daarom... Uh, al die vakjes ook mee nou dan kun je proberen om het toverstaf in te, te tikken en dan even erop klikken met de linkermuisknop en, en dan zie je dat hij dit ook dus ook meepakt terug dus dan kun je met de bewondering kun je wat verder terughalen zie je wel maar in dit geval gaat het niet werken dus dan moet je even proberen om het anders te doen dus dit werkt zo niet het is wel jammer want die hokjes die krijg je dus ook uh, op de achtergrond. Dat wil ik dus niet. Nou, dan ga ik toch even weer terug naar, uh, naar internet. En dan zeg ik uh, eagle.bng. Even zoeken, even op afbeeldingen. Nou, dan krijg je hier weer van alles. Nou ja, en dan is het gewoon een kwestie van, ja, wat vind je mooi? En zo kun je dus echt van alles opzoeken: trucs.png, uh, airplanes.png. Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken. En als het er niet op staat, ja, dan zou je zelf toch iets uh, moeten gaan verzinnen. Nou goed, uh, ik ga eens even kijken. Misschien dat er nog een andere op staat die wel even leuk is. Zo. Deze kan ik ook nog eens even proberen. Nou, je slaat hem even op. En dan gaan we gewoon kijken of die het wel doet. En anders dan maken we er gewoon even iets anders van. Maar het is wel even leuk. Zo ben, je, zo ben ik dus ook heel vaak aan het zoeken. En dan uh, ga ik gewoon kijken wat, wat werkt. Dus dan ga ik deze gewoon even proberen. Alles selecteren. En dan kopiëren. En plakken als nieuwe laag. Nou, hier heb je dat dus ook weer dat die lijntjes meegenomen. Uh, Meegeplakt worden, ja, dat wil ik dus niet. En als je op samengevoegd kopiëren klikt, dan krijg je dat dus ook. Zie, dus uh, ja, dat is even een kwestie van uh, gewoon proberen. In dit geval lukt het niet. Ik kan met deze nog even proberen met de toverstaaf om te zien of dan uh, alles ook weggaat. Maar ja, goed, dan moet je dus kijken. Dat is dus jammer. Als je dat een beetje terugdoet met deze, dan zie je dus dat ook de hoofd, het hoofd, als je dan op schaatje clip ziet, dan ben je dus hier ook een stuk van kwijt. Dus ja, dat, dat werkt niet. Ja, en zo blijf je dus gewoon bezig met uh, dingen uitproberen. Zo doe ik dat vaak. Als het niet wil, nou dan probeer ik weer wat anders. Ik meen dat ik er een keer een, een Volvo logo ook eens keer heb gemaakt. Of gevonden ergens. Je bent met zoveel dingen bezig. Nou, ik kan ook zeggen, ik had hier ook eens een keer een, een west plaatje. Nou, ook eens een keer van het internet afgehaald. Als je zegt van nou, dan wil ik die erop hebben, ik kan ook. Alles selecteren en deze keer wel samengevoegd kopiëren, want ik wil ook de achtergrond erbij hebben. Plakken als een nieuwe laag en dan zie je hem hier als nieuwe laag erop komen. Uh, nou, ik maak hem even doorzichtig. Een beetje transparanter met F4. Maar dan kun je dan zeggen: nou, waar wil ik hem hebben? Ik wil hem op een zijkant hebben, of ik wil hem hierop hebben. Je kunt hem zo groot maken als je wil. Als je nou shift in toetst, en je pakt even een hoekje beet zo, en die klink je klikt je met de linkermuisknop even beet pakken. Dan kun je hem helemaal verkleinen, maar hij blijft uh, dezelfde, dezelfde verhoudingen houden. Zeg maar. Dus dan kun je zeggen: van nou, ik wil hem hier een beetje op hebben en dan wil ik hem wat. Uh, uitrekken. Ik wil hem wat smaller hebben. Nou, je ziet dus wel. Nou, laat ik die shift-knop los. En dan krijg je dus hele andere verhoudingen. En dan rekt hij wat meer uit. Dus zo ben je dat ik. Ja, ben je gewoon altijd even wat. Aan het knoeien. Als je denkt van, nou ja, maar dit, dit, dit wil ik hem niet. Nou ja, dan doe je gewoon terug. Huppakee. Met al die pijltjes. En dan heb je hem weer uh, terug als waar hij uh, hoe die was. Shift ingedrukt houden. Kun je hem helemaal klein maken of je maakt hem wat groter. Zie? Je kunt hier echt gewoon alle kanten mee op. Ik, uh, ik zet hem hier gewoon even een beetje op de zijkant. En dan, uh... ja, het is, het is gewoon een kwestie van je moet even wat proberen en je moet gewoon even, even zien wat lukt en wat, wat nou mooi is. Nou, ik doe dit gewoon even zo. Dan plak ik hem zo even op. Uh, die laag die geef ik ook een naam: uh, afbeelding. Linkerkant. En dan het dak. Huppakee. Heb ik dat alvast gedaan? Alleen als je dit zo laat, dan zie je in de scan zie je dan heel goed die lijntjes lopen. Dus dan kan iedereen zeggen: ach, oh, dat is een foto, heeft hij zo opgeplakt? Nou, wat ik vaak doe, dan is: de pak de gum. Zet ik iets op, uh, maar dat hangt er vanaf hoe groot die template is. Dat is ook wel weer erg groot. Dan maar... ga ik daar met, dit, met het randje even erbij, of met die rand van de gum er even op staan, klik met de linkermuisknop muisknop even een paar keer. Zie, en dan zie je dat die rand vervaagt. Dus met de rand er even op, met de rand van de gum, en dan met de linker muisknop een paar keer klikken. Hoe vaker als je klikt, hoe. Vager als het wordt. Zie? Maar dan heb je een hele mooie vage uh, rand eromheen. Want anders dan zie je heel erg die, uh, die, die scherpe rand, zeg maar. En dan kun je dus heel goed zien dat het dus een foto is. Nou, op deze manier kun je dat een klein beetje wegpoetsen. Het is een kwestie van proberen. Ik doe het ook altijd zo. Ik probeer gewoon wat. En dat heb je net ook al gezien met die met die Adela. Ja, dat, dan wil dat niet. Nou, en dan ga ik gewoon net zo lang door en uh, er komt vanzelf een plaatje. Die ga, moet je echt, echt even op zoek. En dan is er wel een plaatje, uh, waarin het uh, wel wil, zeg maar, dat de achtergrond niet mee genomen wordt, nou hier staat hij op als je nou zegt van nou ik wil hem op dezelfde kant hebben, op het dak, daar maar dan in spiegelbeeld dan kun je zeggen van laag dupliceren horizontaal spiegelen en dan zie je dus dat hij op dezelfde manier, maar dan omgedraaid op de andere zijkant staat nou nou is dat de rechterkant, dus wat je doet wat ik dan vaak wel even doe dan verander ik dit even in rechterkant. Nou, zo kan het ook. Up Nou, dan heb ik elke laag benoemd. Dat is veel uh, gemakkelijker, want mocht je later zeggen van ja, maar ik, ik wil dat er niet op hebben en ik ben er weer klaar mee, ik wil het anders. Nou, dan kun je zo van waar die staat en dan kun je hem er weer afhalen. Nou, uh, ja, nieuwe laag, ik zeg van die nieuwe laag wil ik een tekst hebben. Uh, nou, je kunt een heel veel verschillende uh, letters, lettertypen kiezen. Het is ook een kwestie van proberen, van nou, wat wil je erop hebben? Nou, ik zet hem maar weer op. Oh. Ik zet hem maar weer op, want het is allemaal flauwekul. Ik zet hem gewoon weer op. Nou, je zegt van nou, dat wil ik erbij hebben, of, uh... maar ik vind het recht niet mooi. Ik wil hem schuin hebben. Nou, dan trek je hem met een rechthoek selecteren. even een hoekje eroverheen, of een rechthoek eromheen, en dan uh, kun je met de rechtermuisknop ingedrukt zetten zoals je wil je kan hem helemaal over de kop zetten maar ja als mensen dan naar je auto kijken dan gaan ze allemaal handstand doen dat is ook niet echt leuk alhoewel <tiek> oh ik wel lachen maar goed zo kun je dus proberen om het allemaal wat in een lijn te zetten nou als je zegt van nou die wil ik ook op andere kanten bij hebben dan moet je niet in uh, Horizontaal spiegelen, want dan zie je dus de letters ook in het spiegelbeeld erop staan. Uh, wat je kunt doen, is voltooien en dan blijft die rechthoek eromheen staan. En dan klik je op kopiëren en op plakken. Nou, en dan kun je hem zo die kant op slepen. Een beetje draaien zoals je die andere ook hebt. Een beetje in die lijn. Kunnen we uitzoomen en dan kun je ongeveer een klein beetje zien Nou ja, hoe hij erop moet. Het is ook even een kwestie van proberen. en Mocht je nou zeggen: van ja, maar ik wil het precies hebben. Wat je dan kan doen is even een nieuwe laag. En dan maak je bijvoorbeeld even een felle rode lijn. Uh, nou, dan maakt niet uit hoe breed het is. En die zet je daar even onder. En je zegt: van, Nou, dan moet ik die recht hebben. Dan kun je hem even naar boven doen. Dan kun je precies zien dat hij recht is. En dan kun je zeggen van nou, zit hij nou ongeveer gelijk of zet je hem even onder die w. Nou, laat je hem even staan zo. Dan ga je weer terug naar laag 5, naar die tekst. En dan zie je, hij is te laag of te, te hoog, hij moet wat lager. Nou, zo kun je hem ietsje lager zetten. En dan heb je hem ongeveer gelijk. Niet zo moeilijk. Nou, dan nou kan die laag alweer weg, want die heb je nou niet meer nodig. En deze laag noem ik tekst. Zijkant. Het dak. Zo, uh, so. nou, zoals ik zeg, ik ga hier helemaal geen uh, moeilijke scan van maken, want dan zou het allemaal te lang zijn. Als je dan zegt van nou, ik wil ook nog een mooie streep over de zijkant hebben. Uh, nou, Wat je kunt doen, je kunt, je kunt met een vak werken dan doe je rechthoek selecteren. Maak je gewoon even uh, een nieuwe laag. Dat vergeet ik alweer bijna. Nou, en dan kun je die vullen met de kleur wat je wil. Uh, voltooien. En ik maak hem vaak dan even doorzichtig. Dan ga ik er even weer omheen zo. En dan kun je die ook weer rechtermuisknop indrukken. Alle kanten opbewegen wat je maar wil. Nou, die Volvo heeft op zich wel een hele mooie lijn. Dus dan kun je die streep. Plaats zoals je hem hebben wilt. Je kan hem smaller maken. Zo kun je dat eens doen. Maar je kunt ook zeggen: ik pak de nieuwe laag. En ik pak gewoon die lijn. En dan maak ik een streep. Met de linkermuisknop ingedrukt houden. <tiek> Excuses voor mijn stem. Die doet het een beetje raar. <laughs> nou, zo kun je dat dus een beetje doen. Uh, wel lang genoeg houden. En zo kun je dus een rechte lijn maken. Maar je kan ook zeggen: van ja, maar ik vind het wel leuk dat er een beetje golfbeweging in komt. Ik noem maar wat. Zo. Zo keer dus van alle kanten, op allerlei manieren. Keer eens dus een mooie strijd, ik zelf bedenken. Wat me leuk is, wat je, wat je me leuk vindt. Nou, en als je zegt van, nou ik wil het toch iets minder hebben, of iets meer, dat is gewoon een kwestie van uitproberen. Je kan er wat diepte in gooien. <coughs> Nou, je zegt van nou, dit vind ik zo mooi, klaar. Dan is het even voltooien. En hij zegt van nou, maar ik wil hier ook nog een, een rode streep overheen hebben. Dat is wel leuk. Dan doe je even een nieuwe laag. Klik je even een andere kleur aan. Dan vind ik deze cel wel heel erg fel. Dan doe je dat op dezelfde manier. Ook even weer die lijn. Alleen dan maak je die niet 20, maar ietsje kleiner. En dan ga je er ook weer omheen. Dat is ook weer een kwestie van gewoon proberen. Het is een kwestie van geduld. En zelf even wat uh, ja, creatief zijn: hè? gewoon wat doen, gewoon durven. Durf gewoon uh, wat creaties te maken, is echt heel erg leuk hoor. Zo keer dus wat omhoog, keer er wat mee spelen, je kan het wat breder maken, wat smaller. Wat... Ja, het is maar net wat je wil, wat leuk is. Zo keer dus zelf je eigen strijping bedenken. Nou, nou is het zo, bij de Volvo je die spoiler wel aardig dicht tegen de cabine aan. Het kan zijn dat dit ietsje verder omhoog of naar beneden komt te staan. Mocht dat het geval zijn, dan kun je dit even dit, uh, selecteren met de rechthoek, bij die lijn langs, en dan kun je hem ietsje hoger om naar beneden doen. Maar dat zien we straks wel even. En in dit geval maakt dit op zich niks uit dat het hier staat. Ik haal het vaak wel even weg. Een beetje met die lijn gelijk. Nou, ik noem deze laag. De strijping. Linkerkant. cabine. Zo. En ja, nou, die moet eigenlijk op dezelfde kant op die kant komen te staan. Dus dan doe je weer laag uh, dupliceren. Horizontaal spiegelen. En dan zie je dat hij hier staat. Zie? Nou, als je nou goed kijkt, dan zie je ook dat hij ietsje verder naar rechts staat. Ietsje. pietje. verschilt niet veel. Ietsje. Als je zegt van ja, maar dat wil ik niet. Ik wil hem echt zuiver daar hebben. Want het verschilt per template. Hier doe je hem eventjes naar links en dan is het klaar. Dat verschilt per template. De Volvo, deze volvo is op zich nog wel aardig uh, te doen. Je hebt ook uh, voor mij van de DAF, Ik meen dat het de DAF was. En als je de, of de Scania, ik weet niet zeker, die, die R-serie Scania, maar dan uh, zit hij veel verder naar rechts. Dus dan moet je even kijken of dat wel uh, precies zo zit. En anders moet je hem even een rechthoek selecteren en eromheen. En dan met de rechter en dan kun je hem zo wat verschuiven. Maar dat is ook een kwestie van proberen. Maar zo kun je dus zelf uh, mooie strijpings maken. Je zult straks zien dat de, uh, het logo van een motor van een aantal PK's zit hier waarschijnlijk doorheen maar Hier zit dus het uh, handschoenenkastje hier op deze kant. Met het uh, embleem van 750 of 540 die PK's. Staat hier waarschijnlijk doorheen. Nou, als dat zo is, en dat wil je niet. Kun je hem altijd weer aanpassen hier met een rechthoek eromheen en dan het groter of kleiner maken of hoog beneden wat je wil. Nou, dat ga ik verder allemaal niet meer doen, want dan ben ik de hele dag bezig. Uh, deze stukken, dat zijn de binnenkant, is de, is de, dat zijn de binnenkanten van die spoilers van deze spoilers. Als je nou zegt van, nou, oh, dat is hartstikke leuk, die wil ik rood hebben, nou, dan doe je weer een nieuwe laag. Met de rechthoek omheen. En dan vul je hem even. Oké. Okay. Maak hem even weer doorzichtig. Ja, als je die. Als je er maar om denkt dat dit allemaal wel gevuld is. Nou, nou hoeft het op deze misschien niet. Wat ik vaak wel doe, ook bij de REL templates wel. Alles wat overbodig is, daar haal ik er vaak een beetje weg. Tenminste. Niet helemaal op het randje, maar wel uh, zoveel mogelijk. Wat het gebeurt namelijk wel eens, vooral met die REL template. Dat je dan uh, een stuk van dit rode vlek bijvoorbeeld op een wit gedeelte hebt. Nou, dat wil je niet. Uh, dus vandaar dat ik het zo even doe. Nou, dan kun je zeggen van ik maak hem even opnieuw met deze. Je kan ook zeggen van nou, ik ga hem even dupliceren. Hoor je het dan spiegelen? Zit hij hier ook weer op? En uh, wat je dan ook kunt doen, je denkt van: nou ja, je, dat, hoef, dat hoef je niet een paar in een laag te hebben. Dan kun je zeggen: van nou, ik pak die bovenste van die twee even en die ga ik even samenvoegen. Nou, dan heb je één laag. Zie je, dan heb je weer één laag voor alle twee binnenkanten. Nou, het nadeel van uh, deze template is als je iets op de spoiler wilt zetten die op het dak zit, dat is deze. Je ziet het wel, de uh, lijntjes van het dak zelf zitten hier ook op. Dus als je hier iets op wilt zetten, een embleem of een naam of wat je maar wil, die krijg je dus ook op het dak te zien. Aan de binnenkant. Nou is het niet zo erg als je zelf in de cabine zit, zie je het niet. Maar als je er omheen gaat, ja, dan zie je dus ook die tekst of de afbeelding wat je maar hebt, zie je dus ook op het dak staan. Nou, ik vind het persoonlijk niet, niet mooi, dus ik doe het niet. Maar ja, als je zegt van ja, het kan me niet schelen, ik zit achter het stuur, dat zie ik er niet, maar van, van de buitenkant wel, nou, dan kun je hier wat, wat op zetten. Nou, uh, maar je kunt de spoiler dus niet een andere kleur geven. Want op het moment dat je dat doet, dan kom je dus met uh, het feit dat je dat dus ook op het dak ziet. Dus je kunt ze niet alle twee aparte kleur geven. Dat is dan weer jammer. Maar goed. Eh... Uh, zo moet je met elke template gewoon weer rekening houden met hoe het eruit ziet. Deze Volvo hebben die luchthappers, die, die, die luchtkokers uh, die zitten achter de cabine. Uh, nou ja, als je iets op de achterkant wil zetten, moet je daar ook rekening mee houden. Uh, dit is de voorkant. Uh, die, het. Wat zo jammer is aan deze Volvo is dat je dus niet meer kunt painten als dit. Het is maar een heel smal strookje wat hierboven zit onder het voorhaar. Ja, daar kun je dus geen tekst op zetten. Want in het spel is dat kunststof. Kun je, niet, uh, kun je dus niet peinten. Of je moet al de volve van Ohaha hebben, geloof ik. Haha. <laughs> uh, nou ja, maar goed. Ik meen dat die niet meer geüpdate werd. Maar dat weet ik niet zeker. Dus ik hou het vaak dan maar bij de standaard. Trucs. En neem het maar voor lief dat je dat dus niet kunt peinten. Eh. Uh, nou, ik maak hier verder niks op. Ik, uh, de, de, of de size skirts laat ik ook maar gewoon wit, vind ik wel leuk. Wat je eventueel nog kunt doen, dat is te zeggen van, joh, ik vind wit wel heel erg wit. Wat je wat ik doe? Ik maak er een streep op. En die doe ik gelijk dan over de... Over de bij de spat nou dan kun je het mooi op één lijn doen. Ja, dan kun je zo mooi op één lijn doen, dat moet je zelf maar weten. Je kan hem in de midden doen, je kan hem omhoog doen. Uh, zo voltooid, nou dan moet je er even op denken. Uh, maar als je hem zo laat staan, dan zie je die streepjes dus ook hier op de voorkant. Dus even rechthoek selecteren. Alles wat op die voorkant zit, wat je er niet op wilt hebben, knippen. En zien. Nou, deze laag noem ik dan even striping op zijskurts. Kijk. Nou, als het goed is, staan die er ook op zometeen. Je kunt op die neusvleugels, zeg maar, boven de koplamp kun je nog iets maken. Of een tekst, of nou ja, wat je maar wil. Ik denk dat ik het zo eerst even, uh, even laat. Als je niet zeker weet of alle lagen wel helemaal weer volop openstaan, zijn, zeg maar, dan kun je gewoon alles even belangrijk. Je drukt op F4 en dan kijk je even of alles op 255 staat. Nou, dat is in dit geval zo. De basiskleur weer helemaal. Nou, zo, uh, zo maak je dus, zo, tenminste zo doe ik het vaak wel, als ik een scan maak. Dit is gewoon even een fantasie. Als je een scan maakt van een realistisch bedrijf, dan is het natuurlijk heel anders. Dan moet je goed kijken van, ho, uh, hoe zit de strepen, hoe zitten de kleuren. En dat kan soms best wel uh, uren werk kosten. En uh, soms wel eens dagen, want dan uh, ja, lukt het gewoon niet goed. Dus, uh, Maar goed. We gaan even kijken hoe dit geworden is. Ik sla hem altijd twee keer op. Ik doe hem sowieso even in mijn truc scans in die map. En dan zeg ik: uh, Volvo test scan. Eerst als een PDN. Die PDN die kun je altijd weer veranderen. Dus daar moet je even goed om denken. En ik sla hem een keer op als een PNG. Laten we het samenvoegen. Nou, dan is dat klaar. Uh, dan start ik ETS2 Studio op. Dan ga je naar de truc die je gemaakt hebt. Ik krijg ook wel eens een vraag: van joh, het werkt helemaal niet, hoe kan het nou? Ik heb mijn truc gepaint en hij staat niet in mijn spel, hoe kan het nou? Uh, nou, heel vaak wat er gebeurt is: als je opstaat, staat die automatisch volgens mij op IV. -code. Ik weet niet waar die op stond, maar of, uh, even in Maar goed, je moet er soms erom denken dat je die basis truc, dat je wel dezelfde auto doet die je ook gescand hebt. De cabine maakt op zich nog niks uit, maar je moet wel dezelfde auto hebben. Bij de Scania bijvoorbeeld moet je omdenken van als je de Streamline hebt gepeint en je kiest vervolgens de R, ja dan, dan werkt het niet, dan zie je die scan niet. Dus je moet er even heel goed om denken: welke auto heb ik gepeint? Die moet je dus ook hebben. Dit klinkt misschien heel stom, dat je denkt van wat heeft hij door? Maar echt, het gebeurt heel vaak. Ik krijg heel vaak reacties, mailtjes van hé, hey, hoe kan dat nou? Mijn auto staat niet in, 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 in de mod folder. Hoe kan dat nou? Nou, dit is vaak een van de redenen dat mensen gewoon, ja, even iets te vlug. En dan gaat het vaak uh, fout. Scan properties. Nou, daar kun je zelf invullen wat je wil. Ik heb hem nou net Volvo test scan genoemd. Maar je kan hier van alles invullen. Zo, uh, zo je hem hier invult, zo komt hij ook dus in, het, in de mod te staan. Nou, hier doe ik full test skin. Het is gebonden aan 12 karakters volgens mij. Dus ik moet even kijken wat je hier invult. Everest, vind ik altijd wel even aan. Unlock. Nou, ik vind dat wel prettig dat het niet zoveel geld kost. En dat je hem heel gauw al kunt krijgen. Dus dat zet ik op 0 En die is op 1 euro. Nou, zet <coughs> skin een stock klik ik vaak even aan. Uh, hij is gemaakt voor alle drie cabines. De truc scan. Nou, die heb ik dus opgeslagen hier in mijn scan folder, scan map. Volvo test scan. Hier staat hij al zie. Openen. En dan zie je hem hier al staan. Nou, dit is ook nog wel even leuk. Dat kan ik ook nog wel even laten zien. De workshop icon. Je kan gewoon selecteren de use default. En dan krijg je dit in je in je garage, zeg maar, als je de scan opzoekt, dan krijg je dus dit erin. Uh, wat ook wel leuk is, dat kan ik nog wel even laten zien, dan start ik Paint even weer op om zelf even een icon daarvan te maken, maak je even een nieuwe. En uh, zeg je het uh, uh, formaat, dat moet zijn 25, 256 bij 64. Dus 256 bij 64 groter moet je niet maken, want dan crash je game. Nou. Uh, nou open ik even weer. Uh, moet ik even kijken, want je kan hier dus zelf wat van maken wat je zelf wil. Maar afgesproken heb ik wel een, een naam op zij kan staan van de auto. Maar in dit geval. Uh, niet? Nou, je, dat, maakt, dat maakt op zich ook niet uit. Weet je wat ik doe? Ik maak hier gewoon even een tekst in. Dus nieuwe laag. Het tekst. Uh, maar je kan dus hier gewoon een, een, een naam uh, of een uh, logo van maken. En dan kun je dus ook je bedrijfsnaam hier gewoon invullen. Nou, ik had hem genoemd Volvo Test Skin. Die maak ik hier zo op. Uh, nou, ik kan hem wel even samenvoegen. En dan moet je er even om denken. Dat je een, een klein gedeelte, 1 achtste, noem maar wat. Even een klein stukje zo. Die maak ik vaak even een andere kleur. Maar hier kan dus ook je bedrijfslogo staan. Hè? Maar je moet erom denken dat je hem dus niet helemaal voluit gaat invullen. maar dan crash je game ook. Dan wil dat ook niet. Nou, ik sla hem even twee keer ook weer op. Ik noem hem icon uh, Volvo test scan. Dan had ik hem als een PNG volgens mij stond hij al. zie? heb ik een keertje als een PDM, maar dan kan ik hem ook nog een keer veranderen als ik het wil. Zo, uh, nou dan kies je dus de workshop icon of die gewoon, die standaard die in het spel zit. Maar nou kun je dus zeggen van hey, ik ga even browsen. Even broezen zeggen ze dan in Groningen, even broezen. <laughs> uh, de icon Volvo test scan. Staat hij al? Openen. En zie? Hier plak je hem in. Maar als je dit al voluit hebt, dan crash je game. Dus dan moet je altijd even een heel klein stukje even een ander kleurtje geven. Of even. Of niks, dan moet je zelf weten. Ik vul hem altijd even op. Uh, nou, ik heb hier dus nogmaals, ik heb hier een tekst ingeschreven. Maar je kan hier ook gewoon het logo van je bedrijf in plakken. Hartstikke leuk. Alles staat op groen. Export mod. Nou, je had hem, ik had hem dus in dit geval Volvo Test Scan genoemd. Als je in Volvo inklikt, dan kun je even scrollen. En als het goed is, staat hij hier wel bij, zie je. Dan moet je er even aan denken dat alles wat achter die punt staat, moet je er even weghalen. Dat met de punt. En dan klik je op Enter. En dan nou heeft hij hem dus al in ETS2 Studio gezet. Nu ga ik even weer naar die scan. Uh, met die scanmap die ik heb gemaakt. Daar staat die in. Volvo test scan had ik die genoemd. Uh, Volvo test scan zie je, hier staan hier bij de template die ik gemaakt heb. Die scans, de PND en de PNG. En hier staat dat bestandje. Dit is jouw scanmap mod uh, die je zo net gemaakt hebt met ETS2 Studio. Dit is jouw scan. Even kopiëren. Naar je mod folder van Eurotruck. Lakken. En dan is het klaar. Dan gaan we EuroTruck even opstarten. En dan gaan we eens even zien of het ook, uh, hoe het eruit komt te zien. is dus altijd even weer heel erg ja, aanwachten. Zoals ik ook zeg, dat verhaal met die spoilers. dat is vaak ook even een, een, een ding dat moet je proberen. Want. Uh, nou ja, nou met die spoilers zit het wel vrij redelijk. Als je daar een streep op zet, is je wel vrij redelijk op dezelfde hoogte maar het kan zijn dat die iets te hoog of te laag zit en dan moet je hem even veranderen in je scan nou, dat gaan we zo zien als de updates klaar zijn van steam dit had ik dus kunnen besparen door alvast even het spel op te starten maar ach, het is ook wel even leuk kun je even grijpen van de oude mercedes van maters de oude nostalgische mercedes ik hoop binnenkort nog even een keer een video daarvan te maken nou, een hoop lawaai en boeha. De mod folder. De mod manager. Volvo test scan. Twee keer klikken en hij is actief. Wel even bevestig veranderingen doen. Ook dat is wel eens iets wat misgaat. Dan krijg ik ook een mail van: joh, het werkt helemaal niet. Hij staat er wel in, maar ik zie hem niet in mijn spel. Nee. Als je niet bevestig veranderingen doet, <laughs> dan wordt het er niet. Dus ja. Het is gewoon een kwestie, dit hele scan gebeuren, het is gewoon een kwestie van uh, langzaam aandoen, even goed kijken waar, wat je doet. Niet te snel afgeleid worden. Nou, ik had dus de Volvo gedaan. En dan gaan we zien, de testscan, hoe die geworden is. En dit is hem. Zie. Westend driver. Hier zie je ook dat die dikste randjes zijn hier omweg. Nou, en dan kun je zeggen, ik wil hem even wat lager hebben, want die, die hoed van die man die komt een beetje in de verdrukking, zie je wel, door die luchthapper. Door <laughs> het luchtfilter. Dus dan kun je hem ietsje naar beneden zetten. Nou, de striping loopt hier half door, en dat is met dit template van de Volvo zo, loopt hier half door. Je kunt zeggen van, ik wil het niet, ik vind het niet leuk, nou dan moet je hem even veranderen tot aan de deur, dan moet ik ietsje terug. Dan kun ik zeggen, ik wil hem verder hebben. Nou, dan maak je hem nog even wat langer op de voorkant van het, op die template van de voorkant. Dat is een kwestie van uitproberen. Nou, hier, zoals ik al zei, straks, uh, loopt hij waarschijnlijk door, de, door het logo heen van 750. Nou, ik vind het niet zo storend. Het is puur ook even om te zien van hoe het nog gaat. Nou, die rode lijn loopt er mooi op zie. En dit is wat ik bedoelde voor de achterkant kant van de cabine. De volvo heeft hier die luchthapen zitten, die, dat luchtfilter. Dan moet je er even om denken: als je hier op het moment dat je hier een, helemaal, een hele grote afbeelding maakt, dan uh, uh, moet je er dus rekening mee houden dat er dus ook een luchthapper zit. Op die kant, Scania heeft hier weer wat zitten, dus daar ja, moet je, er even, uh, moet je even rekening mee houden. Nou, zo zie je dus ook dat die binnenkant van de spoilers heb ik dus rood gemaakt. Maar je kan zeggen: ja, vind ik leuk, maar ik wil ze weer hebben. Nou, dan kun je het zo weer weghalen, maar dat Even om te laten zien hoe dat dus werkt. Voor degene onder ons die nog steeds met die vraag zitten: van joh, hoe maak je nou een scan? Nou, op zo'n manier een beetje. Op deze manier ben ik nou vaak wat bezig en dan. Ja. Komt er uiteindelijk komt er wel iets uit en dan. Uh, is dat heel leuk om te doen? Ik zal eens even kijken of ik die. Ja, ik ga nog even naar wat kleuren veranderd in de cabine. Ook daar heb ik al tutorials over gemaakt dus voor degene die zeggen hoe doe je dat nou. Ik heb tutorials gemaakt over het interieur scannen, zowel van de REL truc als voor de standaard-trucs. Je hebt daar de dev en de base files voor nodig. Ook daar heb ik tutorials van gemaakt. Dus er staan heel veel uh, weetjes, heel veel tutorials op ons videokanaal, waarin je heel veel dingen kunt zien hoe dat allemaal werkt nou wat ik nog even wil laten zien is het volgende uh, nou ben je bijvoorbeeld niet tevreden met die kleur ik, ik noem maar gewoon wat hè dan ga je even naar je paint open je even dan weer dan zoek je die scan even weer op wat die je gemaakt hebt de forward test pdn nou die staat hier nou niet meer bij recente geopend dus dan ga je even huppakee naar beneden forward test scan de PDN, de PNG, de PDN moet je hebben, maar die kun je dus veranderen. Daarin zie je al die lagen weer terug, zie je wel. En daarom is het leuk om al die lagen te benoemen, want dan weet je precies uh, waar je moet zijn. Nou, als je zegt van die strijping, die, die, uh, die striping, dat strijpingverhaal verhaal vind ik helemaal niet leuk. Weg ermee, huppakee. Nou, je knipt hem eraf. Als je zegt van de basiskleur, ja het is allemaal zo wit. Uh, ik vind het veel leuker als die knalblauw is. Hoppakee. Ik noem maar even wat. hè? Het is verschrikkelijk. Maar goed. Doe de zonnebril maar op. Dan valt er niet zo op. <laughs> maar dit is puur even om te laten zien. Nou, dan zeg je vanuit. Zo sla ik hem weer op. Dit blijft gewoon staan. Maakt niet uit. Opslaan. Natuurlijk bestaat die al, maar die wil je vervangen. Opslaan. SPG. Hartstikke idee. Samenvoegen klaar. Als je zegt van nou dit vind ik wel mooi. Nou, nou hoef je dus niet. ETS2 Studio weer op te pakken. Dat hoeft dus niet meer. Als je nou gewoon naar je mod folder gaat. Van Eurotruck. En dit geldt voor al die scans die je maakt. Ook voor de nieuwe Scania. Je zoekt die, die, die mod even op. Forward test scan. Even dubbelklik eraan. En dan open die. Dan klik je op vehikel. In de vehicle map van welke mod je ook maar hebt. Of scan. Daar staat heel veel. Informatie op waar, die, waar je dus bij moet zijn. Upgrade paint job. Nou, hier staat hij al. De testscan dds. Punt dds staat erop. Dit is dus de scan zoals je hem eerst had. Zoals hij dus in het spel zat. Nou, hier wou hem veranderen. Nou, dan ga je even naar die uh, scan folder map toe. Waar je die scan hebt opgeslagen. Folder test scan. Zie, hier is hij Welke dan nou je doet, dat maakt niet zoveel uit. Die open je even en dan zeg je van alles selecteren, samengevoegd kopiëren, moet je wel doen. Ga je terug naar die originele en wat zeg je dan bewerken en dan plakken als een nieuwe laag. Vervolgens ga je hem afsluiten en dan zeg je van opslaan, natuurlijk wil je hem opslaan. En dan moet je hierom denken, dat gaat ook heel vaak fout, opslaan als een DDS. Kijk, dan komt ook de standaard scan die je had alweer tevoorschijn. Dus altijd als een dds opslaan. Als je hier een dds bestaat opent, moet je hem ook als een dds opslaan, en anders hij hem dus niet over. Nou, oké, okay, lagen samenvoegen. En als je dan de hele boel afsluit, dan vraagt hij van archief bijwerken. En ik blijf het maar zeggen, als dit er niet voor komt te staan, werkt het niet. Dan is er iets misgegaan. Nou, dat is alles. Als je nou Eurotruck weer opstaat, zul je zien dat het scan veranderd is. Dus je hebt eigenlijk maar één keer ETS2 Studio nodig om de scan in het spel te krijgen en wil je hem vervolgens daarna veranderen, nou dan open je hem weer in je bewerkingsprogramma en dan uh, kun je hem dus veranderen en dan schrijf je hem over in een mod folder van Eurotruck. Dus dan heb je maar één keer heb je gewoon ETS2 Studio nodig. Nou en zo geldt het ook voor mods die je dan hebt. Waar je een scan op hebt gemaakt. Nou, dat geldt eigenlijk op dezelfde manier. En zie, hij is veranderd van kleur. De striping is eraf. De kleur is veranderd. En zo kun je dus je eigen creaties ervan maken. Even kijken of die ook bij de midlift dezelfde strijping doen, dat is ook wel altijd even een kwestie van proberen. Volgens mij wel, ja. Zie. Ook op de kortere size cuts komt de rode streep te staan. Uh, de lichtbak van de vogels kun je ook painten Kun je ook in je eigen logo, je eigen naam zetten. Hoe dat gaat, heb ik ook al een tutorial over gemaakt. Ik zou zeggen, zoek het maar even op op ons videokanaal. Er staan heel veel tutorials op, wat ik net ook al zei. Waaronder dus ook de tutorial over hoe je dus je lichtbaak kunt painten. Ook heel erg leuk. Nou ja, en wat ik zo straks uh, zei over het painten van het boze stukje. Ik zie, dit is kunststof. Keur is gewoon niet. Kleuren, dus ja, ik kun je ook geen tekst opzetten. Dat is heel jammer. Ja, het is niet anders. Het is Nederhoors. De oude volgers wel, de Classic. Daar heb je het stuk nog wel over. Daar kun je dus wel heel mooi. Heel wat leuks opzetten, maar uh, ja, bij deze werkt het niet. Dus nou, tot zover. Het maken van een scan voor degene die. Uh, ja, er toch nog wat moeite mee had. Niet wist hoe het werkt. Ik hoop er dat, ik, uh, ja, dat ik het op deze manier nog een beetje duidelijk heb kunnen maken. En dat jullie hier toch weer uh, wat nieuws van hebben op kunnen steken. En uh, ja, zoals ik zeg, je kunt zo op heel veel manieren hele mooie creaties maken. En je hebt het ook gezien als het niet wil, wat in het begin van de video uh, bleek met die avond. Nou, dan ga je weer wat nieuws proberen. En dan is het gewoon een kwestie van even zoeken. Er, staat, er staan gigantisch veel afbeeldingen. Uh, mooie, leuke dingen, .png, zoek het maar op. En dan kun je heel veel leuke dingen krijgen. En dan, uh, die kun je daar dus mooi op je scan maken nou nogmaals uh, ik hoop dat jullie heel veel hier weer aan hebben en dat jullie uh, weer met plezier hebben gekeken excuses voor mijn stem die doet een beetje raar het is een beetje een kraakstem <laughs> uh, komt niet van het draak ook niet van een roken want roken doe ik niet misschien heb ik wel wat te weinig gedronken dus dat ga ik nou maar even doen ik ga naar de koffie ik wens jullie heel veel plezier bij het maken van jullie scans en uh, nou, mochten er toch nog vragen zijn of opmerkingen, stel ze gerust in een reactie hieronder de video. Of stuur even een mail. Ik zet de e-mailadres er even weer onder. En dan uh, hoop ik jullie heel graag weer terug te zien bij een volgende aflevering of een tutorial of een ritverslag. Ja, wie zal het zeggen. Hou ons kanaal in de gaten, er komen regelmatig leuke nieuwe dingen op. Dus uh, wij gaan ons best doen om er met elkaar iets heel leuks van te maken. Bedankt voor het kijken en het liken en het abonneren en heel graag tot de volgende keer.